Welkom bij de 21 partijgesprekken. Vorig jaar, bijna precies een jaar geleden, hebben we dit ook gedaan. Toen ging het om de gemeenteraadsverkiezingen. Nu staan op 15 maart de provinciale statenverkiezingen voor de deur en de waterschapsverkiezingen. Maar wij gaan het over de provinciale staten hebben. Zometeen gaan we in gesprek met de lijsttrekkers van Jaar 21, BVNL en Forum voor Democratie. Maar eerst gaat Jesse uitleggen, mijn collega Jesse gaat uitleggen wat die provinciale staten precies inhouden. Elke 4 jaar stemmen voor de Provinciale Staten. En woensdag 15 maart, dan is het weer zover. Iedereen van 18 jaar en ouder mag dan naar de stembus om te stemmen voor een favoriete partij of persoon. Daaruit worden de partijen en de 47 politici gekozen die na de verkiezingen in de Provinciale Staten terechtkomen. Hoe meer stemmen, hoe meer zetels een partij krijgt. Bijna elke maand vergaderen de Provinciale Staten in het provinciehuis in Zwolle over zaken die Overijssel zelf kan beslissen. De provincie bepaalt bijvoorbeeld of een stad of dorp mag uitbreiden. Maar ook waar wegen, spoorwegen, industriegebieden en recreatieplekken mogen komen. Ook heeft de provincie belangrijke taken op het gebied van duurzame energie, stikstofregels en het asielbeleid. De provinciale staten bepalen uiteindelijk het beleid van de provincie. Dat beleid wordt uitgevoerd door de commissaris van de Koning en de gedeputeerden. De commissaris van de Koning, in Overijssel staat Andries Heidema, staat boven de partijen en is onafhankelijk. De gedeputeerden komen uit partijen in de provinciale staten. Meestal vormen die partijen samen een meerderheid. En die meerderheid noemen we de coalitie. In Overijssel zijn daar minstens 24 zetels voor nodig. De andere partijen noemen we de oppositie. Ja, en die verkiezingen gaan natuurlijk indirect ook over de Eerste Kamer. Daar hebben we het nu niet over. Het gaat hier over de provinciale staten in deze samenstelling. Welkom, heren. Dank je wel. We hebben hier drie tukkers aan tafel. We hadden het over, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Twee tukkers, Roy van Aals uit Hengelo, Remco Roelofs uit Delden en iemand uit Tuk. Fred Kerkhoff. Ja, het is een eindje rijden. Verder kun je niet naar het noorden. Nou, anderhalf uur. Dat heeft alles te maken omdat je over de N35 mag natuurlijk. En ik hoef jullie niet uit te leggen hoe dat daar gaat. Fred, om met jou te beginnen. Je begon 4 jaar geleden bij 50PLUS. Daar ben je uitgestapt. Samen met Gideon Snoek, die uit Forum voor Democratie was gestapt, de Partij voor de Toekomst. Dat was die partij van Henk Krol en van Henk Otten. Ja. Toen ging Henk Krol uit de Partij voor de Toekomst. En toen richtten jullie samen Mooi Overijssel op. En nu zit je bij Jaar 21. Zit dat nou allemaal zo dicht bij elkaar of ben je gewoon heel flexibel? Nou, beide. Ik ben flexibel, maar het ligt ook redelijk dicht bij elkaar. Ik ben ooit, omdat ik ouderen een stem wilde geven, bij 50PLUS gegaan. En dat is eigenlijk al die jaren nooit veranderd, want dat vind ik nog steeds wel belangrijk. Alleen het is nu wat gewijzigd naar oud en jong. Alleen ik zat toen meer op oud, omdat ouderen niet in staat waren om hun stem te laten horen. Op het moment dat er dan het programma wel prima is, maar in bestuurlijk gebied wordt er te veel ruzie gemaakt en wordt er niet nagedacht over de achterban waar je eigenlijk voor bent. Want ik ben van mening dat je volksvertegenwoordiger bent, moet je een keuze maken. Nou, met de tussenstap op Partij voor de Toekomst, wat niet helemaal ideaal was, zijn we dus de fractie Mooi Overijssel gaan doen, Gideon en ik. We zijn eigenlijk niet veranderd van onze standpunten in die tijd. Dat kan je ook nakijken als je onze dingen ziet. Waarom dan nu geen fractie Mooi Overijssel? Dat zou dan de vraag zijn. Nou, we hebben op dit moment 19 partijen en in eerste instantie zou het er 26 zijn als iedereen mee zou doen. Als de fractie Mooi Overijssel dan ook nog mee zou doen, dan was de versplintering nog veel, veel groter geweest. Dus wat we gedaan hebben is gekeken naar een partij die het dichtst bij ons staat. En dat is Jaar 21. Duidelijk. Wie het afgelopen jaar ook een politieke transfer maakt is Roy van Aalst. Welkom. Je was nog niet zo lang geleden Tweede Kamerlid bij de PVV. En zelfs bij de ondervragingscommissie voor de toeslagenaffaire heb je deel van uitgemaakt. Ja. En nu bij BVNL. Wat is er gebeurd? Nou ja, wat er eigenlijk gebeurd is, ik werd niet herkozen in de Tweede Kamer. En ik kende Wiebren van Haga heel erg goed. En die zei, wil je niet voor ons wat gaan doen? Ik was bij de PVV op een zijspoor beland. En uiteindelijk, wat mij aantrok in BVNL was met name die nuance die ik echt miste bij de PVV. Alles over één kam scheren, dat stond mij niet zo goed. En heb nu eigenlijk, dat jasje past heel goed bij BVNL. Dus dat, vandaar dat ik, transfer heet het dan, zou je het kunnen noemen. Maar ja, je kon natuurlijk geen lid zijn bij de PVV en bij BVNL wel. Wat natuurlijk een heel groot pluspunt is en wat mij ook aantrok. Oké, tenslotte een nieuw gezicht in de politiek. Tenminste hier in Overijssel, Remco Roelofs uit Delden. Klopt. Roots in Enschede, begreep ik. Ja, klopt ook. En nieuw in de arena. Ja, jij zit bij Forum voor Democratie.
Klopt. Uitgerekend de partijen waaruit JA21 en BVNL landelijk zijn ontstaan. Het origineel. Ja. Ook bij Forum waren er in Overijssel afgelopen jaar toch wel wat wisselingen. Het begon met 6 statenleden, als ik het goed heb. Gideon Snoeken, we noemen het net al, is daar snel uitgestapt. Vervolgens gingen er nog 4, was er eentje over. Klopt. Uiteindelijk, bij die 4 die zich hadden afgescheiden, ging er ook weer eentje weg. En toen bleef er 1 lege zetel de laatste maanden in de Staten over. Is dat iets wat je de komende jaren wil voorkomen? Is dat risico aanwezig, of is het risico aanwezig dat het weer gaat gebeuren? Nou, wij waren natuurlijk op dat moment een snel groeiende partij. Er zijn natuurlijk heel veel personen bijgekomen die blijkbaar achteraf beslist hebben dat zij daar niet helemaal bij pasten. We hebben natuurlijk nu zorgvuldiger de lijst samengesteld. De partij is ook alweer 4 jaar verder in de ontwikkeling. Dus we hebben daar een heel goed vertrouwen in. We hebben nu 30 kandidaten op de lijst staan, Wilco. Dus. Ja, dan moeten we heel ver komen als dan nog een lege zetel. Als dat voorkomt, dan hebben we of heel veel zetels gehaald van de 47. Precies. We gaan snel over naar het eerste gespreksthema. Dat is de energietransitie. Ik vrees dat we hier al een uur over kunnen praten. Puur over het nut en de noodzaak als ik naar de samenstelling aan tafel kijk. En die discussie wil ik ook niet helemaal gaan voeren, omdat we het ook een beetje over die inhoud in de provincie zelf willen hebben. Maar laat ik het zo zeggen, even kort samengevat. De klimaatpolitiek en de maatregelen die daarbij horen, daarvan zeggen jullie eigenlijk, dat is complete onzin. Klopt dat? Ja, nou ja, weet je, klimaatverandering. Heel kort. Ja. Die klimaatagenda zoals die er nu ligt, willen wij hem niet voeren. Oké, en ik zeg een duidelijke ja. Nee, complete onzin is niet helemaal waar. Het klimaat verandert, alleen je kan dan daarover strijden wat dan de oorzaak is. En ja, je moet er wat aan doen, alleen de wijze waarop het nu gebeurt, daar staan we absoluut niet achter. Er zijn veel politici en ook wetenschappers, deskundigen, die zeggen, ja, jullie ontkennen de wetenschap. Ja, dat is echt kul. Nee, dat is echt kul. Ben ik het ook niet mee eens. Nee, als je echt gaat kijken naar het stikstofprobleem, dat is een gecreëerd probleem. Ja, we hebben nu over de energietransitie. Ja, maar daar gebeurt dat mee. Daar start dat mee. Als je gaat kijken naar de energietransitie, dan denk ik dat je überhaupt wel iets moet gaan doen aan die energietransitie. Al is het maar omdat fossiele brandstoffen eindig zijn. Dat zou ook een reden kunnen zijn waarom je dat doet. Alleen de wijze waarop is dan heel anders. En heel Overijssel volzetten met wiebelstroom, met mega hoge, 245 meter hoge windturbines bijvoorbeeld, of enorme zonnevlaktes waar geen leven onder mogelijk is. Dat is niet onze wijze waarop we dat willen doen. Dat is een andere manier. Jij zegt, dat ben je niet mee eens, zei je net, Remco. Nee, dat klopt. Er is ook een mooie website ondertussen ontstaan, co2coalition.org, de co2coalition.org. Daar hebben zich wetenschappers, maar ook voormalige klimaatactivisten of natuuractivisten zich verzameld. En er staan 28 debunks op over het CO2-verhaal. En allemaal onderbouwd met wetenschappelijke rapporten. Dus ja, de wetenschap is niet eenzijdig. Er is een kamp misschien voor en een kamp tegen. Ja. En uiteindelijk moet uit de clash van die argumenten naar voren komen wat dan de waarheid is. Maar we zijn nu wel heel erg één kant op aan het glijden. Ja, dat is duidelijk in ieder geval hoe hier dan ook aan tafel daarover wordt gedacht. Het voelt ook wat ver om daar te diep op in te gaan in het korte tijdsbestek. Hè? Maar we hebben het wel over wat concrete zaken. En dan zie ik in al jullie programma's staan geen windturbines. Geen grote zonneparken of geen zonneparken en ook bij jullie BVNL. Ja. Ik zie, respecteer de lokale democratie. Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in Overijssel ook gezien dat men die windmolens ook gewoon niet wil vanuit de gemeentelijke colleges. Vervolgens is er dan een provincie die gewoon doordrukt en zegt van we gaan ze er alsnog neerzetten. Het boeit ons eigenlijk niet wat jullie lokaal daarvan vinden. Overijssel mogelijk ook. Hè? Nu in Twente, ja. Heeft daar toch ook een beetje op aangestuurd, hè? De gedeputeerde. Ja, vorige week heb ik inderdaad nog contact met onze landelijke partijen Kamervragen gesteld over wat gebeurt er nu weer in Twente. Weet je, hoe kan dat nou weer dat ook hier weer doorgedrukt gaat worden door de provincie van die windmolens moeten gaan komen. Ja, dat is gewoon drama. Weet je, we zien allemaal met elkaar dat we wat we moeten gaan doen. En ik heb al vaker gezegd, laten we gewoon nou in een mix van energiemogelijkheden kijken. Wat is nou het beste voor Overijssel en ook voor Nederland? En als je dan kijkt, zonnepanelen is leuk voor op energie, op drijventerreinen, op daken. Dat kan een combinatie van kernenergie, waterstof. Weet je, ga nou daar gewoon naar kijken. Zorg nu voor iets wat toekomst. Wat Roy zegt klopt ook wel. Ja. Als je gaat kijken in Twente, daar staat nu nog geen enkele windturbine. Dat heeft een reden. Dat heeft een reden dat de inwoners zich daar fel tegen verzetten. En dat is ook heel goed, denk ik. Ik ben pas alleen nog in Daarleveen geweest. In Daarleveen zijn ze in staat om met zon op het dak de hoeveelheid energie op te wekken die nodig is volgens de rest, de regionale energiestrategie.
Ik heb letterlijk in de laatste PS-vergadering vorige maand heb ik gevraagd aan de gedeputeerden. Stel nu dat men in gemeente X, en dit was dan in Daarleveen, dat men in staat is om met zon de benodigde hoeveelheid energie op te wekken. Is dat dan voldoende? En het antwoord van gedeputeerden is dan letterlijk, nee, dat is niet voldoende, want wij hebben afgesproken dat wij 60% uit wind gaan halen en 40% uit zon. Dus ondanks het feit dat de inwoners hun uiterste best doen om de benodigde energie op te wekken, wil dan toch, in dit geval is dat een PvdA-gedeputeerde, maar in ieder geval de coalitie, wil dan toch doordrukken dat er nog voor 60% wind overheen gaat. Echt ridicuul, dat is belachelijk, moet je niet willen. Ja, en dan vergeet je nog even de biomassa, want biomassa is niet meer anders dan gewoon afval verbranden. Ja. Dan zijn we hier potverdorie in Twente, zijn we paasvuren aan het verbieden. En het grootste deel van die hele energietransitie in de provincie Overijssel door deze coalitie moet uit biomassa gaan komen. Ja, wij zijn zelfs heiders aan het afwikken. Ja. Als een natuurbehoud. Even terug op de windmolens en zonnepanelen. Daarmee conformeer je dus wel aan de doelstelling die er ligt, Fred. Maar een doelstelling kan je anders halen. Wij hebben gisteren, hebben we in Zwolle een conferentie gehad over kernenergie en thorium. Ja. En daar kwam onder andere, we hadden een live verbinding met Rolls-Royce fabrieken in Engeland. En Ed Coxon, dat is daar degene die daar die dingen produceert, die kan in 7 jaar een kleine reactor hebben staan. Dat kan overal in Nederland, maar dat zou ook in Overijssel kunnen, want het hoeft niet langs het water. En die kan genoeg stroom opwekken voor 1,3 miljoen huishoudens. Nou, we hebben in Overijssel 1,2 miljoen inwoners, dus huishoudens minstens de helft. Dus we zouden heel Overijssel kunnen voorzien van stroom met één zo'n reactor. Over die lokale democratie gesproken, die we net ook even benoemden. Wie wil een kerncentrale in Zachtertuin? Nou, van mij mag die. Ja. Het is de schoonste manier die er is. Dat werd ook duidelijk. We hebben mensen van de RIVM gehad, die hebben het over stralingsveiligheid gehad, over de gevaren gehad. Mensen van Urenco en Almelo, daar staat de grootste. We hebben de kennis hier staat om de hoek. Ja, maar is het niet zo, Fred, dat als je ergens een kerncentrale neerzet, of een flatgebouw, of noem het maar op, daar zijn altijd mensen tegen. Hè? Dus wat is dan die lokale democratie? Dat zou je dus moeten vragen wat mensen willen. Maar de mensen die ik tot nu toe gesproken heb, die zeggen ik heb liever een kleine kerncentrale, want ze kunnen echt heel klein. Die kunnen ter grootte van 2 containers bij wijze van spreken, heb je al een mini kerncentrale. Die hebben ze liever in hun achtertuin als een 245 meter tot 280 meter hoge turbine die slagschaduw geeft, die wiebelstroom geeft, want als het te hard waait, dan heb je geen stroom. En als het niet waait, heb je ook geen stroom. Die ziekteverschijnselen kan veroorzaken. En waar men zich niet houdt aan de afstand die je eigenlijk zou moeten hebben van zo'n windmolen. Dat zou namelijk 10 keer de tiphoogte moeten zijn. Dat wil zeggen 2800 meter. Als je dat aanhoudt, kan je in heel Overijssel geen windmolen meer bouwen. Dus daar moeten we echt mee stoppen. Luisteren naar de inwoners, daar ben ik met je eens. Die lokale democratie is belangrijk. Ja. Maar de mensen die ik spreek, die zeggen ik heb liever een kleine kerncentrale in mijn tuin, als dat ik 2 van die grote windmolens heb staan. De lokale democratie is in principe gewoon de gemeenteraad. Hè? En als de gemeenteraad van Enschede zegt, we willen wel een windmolen. Gaan jullie dan zeggen, dat gaan we niet doen? Nou ja, kijk, daar heb je het alweer, weet je. Nou ja, wat ik in ieder geval wel een probleem vind, wat is dan lokale democratie? Is dat alleen het besluit van de gemeenteraad, die dus in meerderheid besluit? Of zijn dat gewoon die mensen? Want volgens mij zit daar het grootste probleem ook met vertrouwen in politiek. Laten we nou vooral niet over de mensen praten, maar met de mensen praten. Want volgens mij gaat het daar telkens, met welk onderwerp je ook pakt, gaat daar het telkens mis. Laten we nou even wat op aanvullen? Al die mensen in gesprek blijven. Ja, want in de Hof van Twente is een sprake van 2 enorm grote windmolens, op particulier terrein ook nog. En de gemeente Hof van Twente heeft gepoogd, tenminste de coalitie heeft gepoogd, die beslissing in de gemeente Hof van Twente te nemen. Alleen die windmolens zouden komen precies op de rand met Borne. Ja. Dat betekent dat de wijk van Borne die daar tegenaan hangt, daar eigenlijk veel meer overlast van heeft dan welke kern van de gemeente Hof van Twente dan ook. En die zou dan overroeld worden. Dus ja, je kunt het niet alleen maar sec op de gemeente zetten. Je hebt alle mensen in de omgeving nodig. Ik heb het wel met Remco eens, hè? Want het is heel vaak zo dat mensen in een bepaalde richting stemmen. Ook in de gemeenteraad hebben ze dat gestemd. Maar dan toch bedrogen uitkomen. Omdat, nou ja, ik noem het altijd, mensen stemmen rechts, maar krijgen links beleid. En dan kan je zeggen, we leggen dat bij de gemeenteraad neer. Het zou mooi zijn als die gemeenteraad zich inderdaad zou houden aan en zou conformeren hetgene wat hun kiezers willen. Alleen, ook dat is de waarheid in Nederland. Wij moeten polderen om met z'n allen tot iets te komen. Ja. Je kan niet iedereen zijn zin geven, dat snap ik ook. Maar als de meerderheid geen draagvlak heeft voor windmolens of windturbines, dan moet je die niet plaatsen. En wat nu gebeurt, is dat wij draagvlak kopen. Wij kopen draagvlak door te zeggen van luister, je kan mee participeren, je krijgt gratis stroom of je krijgt zoveel geld. Een boer krijgt 10.000 euro subsidie als dat ding op zijn land staat. Nou, ga er maar aan staan. De boeren staan vreselijk onder druk. En ik kan me voorstellen, als jij je veestapel al moet halveren, dat je
een gedeelte van dat geld kan terugverdienen door zo'n windturbine op je land te zetten. Die helemaal achteraan jouw terrein staat, waar je zelf geen last van hebt. Maar waar je 10.000 euro per jaar voor krijgt. Ik snap dat wel. Maar dat is niet de draagvlak die ik bedoel. Want die mensen die eromheen wonen, dat is ook in Markelo geweest. Dat is ook hier in de directe omgeving, dat hoor je ook. Die willen die windturbines echt niet. Kortom, die hele doelstellingen, en daar wil ik langzaam richting afsluiting, hebben geen prioriteit, Remco. Ook voor Forum niet. Nee, absoluut. Zijn dingen wel denkbaar? Kernenergie heb ik net gehoord. Ja, nee, dat soort dingen dat natuurlijk. Dat zou wel toekomstmuziek zijn, ja, maar... We zijn absoluut niet tegen innovatie. En er wordt ook heel vaak gezegd, kernenergie duurt lang. Maar er zijn voorbeelden bekend in de wereld dat je binnen de 3 tot 5 jaar heb je zoiets gebouwd. En we zijn geloof ik nu al minstens 10 jaar aan het soebatten op dit onderwerp. Dus waren we 10 jaar geleden gewoon begonnen, hadden we nu al die problemen niet eens gehad. Hadden we het echt over de natuur kunnen hebben. En niet overal bezig om natuurvernietigende apparaten neer te gaan zetten. Goed, ik wil langzaam door naar het volgende thema. Dat is wonen. Daar zag ik iets meer verschillen ook tussen jullie partijen. En wat mij wel opvalt. Hè, maar misschien is het goed om eerst te beginnen met Vrij Kerkhof. Hè. Op basis van anciëniteit zou ik maar zeggen. Je zit al wat jaren in de Provinciale Staten. Wat kan de provincie eigenlijk op gebied van wonen doen? Wat beslissen die Provinciale Staten? Nou, we beslissen heel veel. We beslissen waar er gebouwd mag worden. Hoeveel er gebouwd mag worden. En of er wel of geen vergunningen zijn. Want dat is een van de grote problemen op dit moment. Het is, in Nederland is een enorme woningnood. De komende 10 jaar in Nederland 900.000 woningen nodig. In Overijssel, want laten we het daar al over Rijssel hebben, want daar hebben we het over. 62.000 woningen nodig. Het afgelopen jaar, 2022, hebben we er 4.000 gebouwd. Als je dat in dat tempo doet, gaan we het niet redden. Het probleem is dat ondernemers, en dat zijn bouwfirma's, die bouwen waar ze het meeste aan verdienen. En dat snap ik. Alleen de vraag is of dat de meest logische manier is om te bouwen. Ja, 21 is een voorstander van om maximaal in te zetten op bouwen voor 1- en 2-persoons huishoudens in de betaalbare sector. Dus niet grote villa's, die heeft niet iedereen nodig, maar 1- en 2-persoons huishoudens. Maar waarom gaat het op een gemeente over wat ze bouwen? Aan wat voor soort huizen? Ja, deels wel, in een bestemmingsplan wel, maar wij proberen dat wel te stimuleren. En onder andere, een van de eisen die wij hebben staan, is dat minstens 30% in de sociale woningbouw moet zitten. En dat is dus ook heel belangrijk om te zorgen dat het betaalbaar blijft. Laten we nou eerlijk zijn met z'n allen. Als je kijkt naar het woningprobleem op dit moment, dan hebben we te maken met jongeren, met starters die geen huis kunnen krijgen, maar die zijn er gewoon niet. En ouderen die in vrij grote huizen zitten en niet door kunnen stromen omdat er geen kleinere huizen zijn die betaalbaar zijn. Als je daar dus voor gaat bouwen, kan je veel meer huizen neerzetten op de plek waar je normaal gesproken eensgezinswoningen neerzet of vrijstaande bungalows neerzet. Maar je kan ook zoeken naar mogelijkheden om te verbouwen. Onder andere Almelo is daar een prachtig voorbeeld van, het oude stadhuis in Almelo. Dat wordt verbouwd naar kleinere appartementen. Dat is perfect wat je zou moeten. Daardoor zeggen jullie ook in kleine kernen bouwen. Ja, zeker, absoluut. Maar ik lees in het partijprogramma van Forum voor Democratie, juist niet in die dorpen. Nee, we zijn echt ook voor het behoud van het landschap. En daarmee wil ik niet zeggen dat er nooit in een kleine kern gebouwd mag worden, maar dat moet geen aandachtsgebied worden. Want anders dan krijg je dat het ook allemaal uitdijende conglomeraten worden. En dan krijg je dat zoals nu Borne langzaam aan Hengelo groeit. En is dat erg? Nou, als je wel een mooie omgeving wilt behouden, is dat wel erg. Maar ik wou nog heel even terugkomen of aanvullen misschien op wat Fred zegt. Je hebt het over 900.000 woningen. Op dit moment is de achterstand 300.000 woningen. Dus we hebben nog 600.000 woningen nodig voor mensen die hier nog helemaal niet zijn. Dus als wij al zorgen dat die mensen hier ook niet komen, dus er gewoon een immigratiestop invoeren, dan wordt het probleem al tot 33% teruggebracht. Dan hoeven we nog maar 300.000 woningen in te halen. Dus dat wil ik toch ook even, nog maar, in ieder geval vergeleken met 900.000. Ik ben het wel met Remco eens. Hè. Als je ook kijkt naar het asielplan wat wij hebben als jaar 21, dan staat dat er ook duidelijk in. We moeten echt gaan kijken naar andere dingen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, dat weet ik. Is ook landelijk en is niet provinciaal. Het enige wat wij daarin kunnen doen is zeggen dat wij gaan in ieder geval niet meewerken aan de asieldwangwet. Dus we gaan geen gemeentes dwingen. Maar ik wil nog even terugkomen op hetgene wat Remco zei, over dat niet in die dorpen. De grap is, als ik met de mensen praat, die willen dolgraag in hun eigen kern blijven wonen. Zowel jongeren als ouderen. Dus je ontkomt daar niet aan. En ja, je moet ook bouwen in de stad. Dat ben ik ook met Remco eens. Maar je moet ook zorgen dat er genoeg woningen zijn in de kleine kernen. En waarom? Omdat de mensen daar, de ouderen willen graag, daar zit hun hele kenniskring, hun leven speelt zich eraf. En ook jongeren willen daar graag blijven wonen. Alleen het probleem is dan, het gaat in Nederland, als je over wonen praat, praat je over leefbaarheid, praat je over mobiliteit, wonen, werken en recreëren. Dat recreëren vergeet ik even, maar
het werken moet ook kunnen. Dat kunnen ze vaak niet in die kleine gemeenschap. Dus dan moet je zorgen dat er genoeg mobiliteitsmogelijkheden zijn om vanuit die kern naar je werk te komen. Of dat nou openbaar vervoer is, of het zijn de snel, of het zijn de wegen. Dus daar moet je ook mee spelen. Dus ik ben het deel van het Remco eens, maar je moet ook in die kernen bouwen. Maar op het moment dat je daar natuurlijk een bouwplan maakt, is het niet alleen maar meer voor de bewoners van dat dorp of van die omgeving. Het trekt ook mensen van buitenaf aan. En dat is eigenlijk hetgene wat wij daarmee willen zeggen. Want wij zijn ook voor eventueel op een boerenerf een tweede of een derde huis bijplaatsen voor kinderen. Dat kan prima. Als je dat inpast op je land, hoeft dat helemaal niet bezwaarlijk te zijn. Maar dit is nou exact de reden waarom we niet bouwen. Ja. Wat ook bij de heren aan de overkant hoor ik dan weer zeggen van, weet je, we moeten dit, we moeten dat. En volgens mij zit daar nou juist het probleem. Die overheid bemoeit zich overal mee, juist over wat er nou precies gebouwd moet gaan worden. Weet je, laat die ondernemer dan bouwen. Die ondernemer wil wel continu bouwen, maar gronden worden niet uitgegeven. Want die gemeente houdt het vast, want als we te snel alles uitgeven, krijgen we een goede prijs. We hebben gezien in Bonnen, ging fantastisch, een compleet nieuwe wijk. Bonnen wilde doorbouwen. Nee, zegt de provincie, we gaan nog op andere plekken bouwen, dus jullie moeten maar even de stop erop. Terwijl er wel vraag is, weet je. Dan zie je weer, die overheid bemoeit zich weer met die bedrijfsvoering van die ondernemers. Blijf er vanaf. De overheid hoeft niet te speculeren op die woning. Maar ik vind de stikstofregels, want ik weet, we hoeven denk ik niet uit te leggen hoe de partijen in deze tafel daarover denken, maar die zijn er wel en er zijn wel rechters die op basis daarvan zeggen, die bouwplannen kunnen niet doorgaan. Hè? En dan kun je belachelijk vinden. Maar het gebeurt wel. Hoe ga je dan toch bouwen? Bedoel je de Urgenda-uitspraak? Sorry? Bedoelde je de Urgenda-uitspraak? Ja, in 2019 heeft de Raad van State besloten. Hè, die heeft er met één pennenstreek heel veel bouwplannen ook geschrapt. Dat heeft met dat stikstofbeleid. Dat heeft niet met de stikstof te maken. Dat heeft te maken met hetgene wat de BV Nederland, lees het Rijk, gehangen heeft aan die stikstofeis. Exact. En niet... Want het zijn beleidsregels. Als het beleid zo is dat je een bepaalde hoeveelheid stikstof toestaat en daarboven niks meer... Dat moet dan wel passen in hetgene zoals het er daadwerkelijk uitziet. En dat is niet zo. Maar er is één hele makkelijke manier om daar overheen te stappen. En dat is ook iets wat Ja 21, maar mogelijk de andere heren ook achterstaan. Wij zijn voorstander om een noodwet bouwen te doen. En waarom? Omdat die woningnood dermate hoog is, dat dat nooit de prioriteit mag krijgen boven die stikstofregels wat ons betreft. Dus een noodwet bouwen, maar dat moet toch dan in Den Haag worden besloten? Ja, maar wat ga je nou in de provincie doen om dat te bouwen zo snel mogelijk? Proberen daar zoveel mogelijk aan te doen. En we hebben al letterlijk gezegd in de provincie dat wij ons niet willen conformeren, nu al, aan die stikstofregels zoals die er nu zijn. Ja, dat wordt letterlijk gezegd. Ja, ik zeg het ook omdat ik volgens mij in het partijprogramma van BVNL een andere oplossing zag. Wij willen woningen splitsen, wij willen optoppen, wij zeggen... De hoogte in. De hoogte in, zou ook kunnen, zeker. Ja. Dus er zijn veel meer wegen in dit geval die naar Rome leiden. Of in dit geval in ieder geval naar een goede woningmarkt in Overijssel. En wat betreft die stikstofregels, ja, denk ik, laten we ons alsjeblieft niet druk over maken. Gisteravond, laten we nou gewoon meten is weten, daar gebruik je gezond verstand erbij. Weet je, ga nou niet op modellen af die weer iemand achter een bureau verzonnen heeft. Blijf er nou eens van af, laat die markt zijn werk doen. En of dat nou geldt voor die boeren, of dat nou geldt voor de woningbouw. Maar weet je, onze infrastructuur, we laten ons op slot zetten door idiote regels. Minder regels zijn we het allemaal eens. Ja, dus geen stikstofregels meer. Ook bijvoorbeeld. Maar die sleutel ligt in Den Haag. Wat kun je nou in de provincie? Ik wil even op Roy reageren op dat in de hoogte bouwen. Dat snap ik wat. Zegt. Ik denk dat je, als je praat over die stikstofregels, als je huizen verbouwt, en dat zeg jij zelf ook, en dat maakt niet uit of die grote gebouwen te voorbeeld van Almelo, dat levert minder stikstofproblematiek op als nieuwbouwen. Daar zijn we het ook met z'n allen over eens. Overigens, de stikstofproblematiek, als je die zou erkennen zoals die er nu is, is dat alleen maar op het moment dat die schop de grond in gaat en daarna is het ook heel snel weer voorbij. Dus dat valt best wel mee. Alleen in de hoogte bouwen, dat is niet overal de oplossing. In de ring van Zwolle bijvoorbeeld wil men nu in de hoogte bouwen. Nou, dat is, vind ik, binnen de stadsgrachten geen oplossing. Daarbuiten, als je praat over de plekken daarbuiten, prima. Maar ook in kleine dorpen moet je niet in één keer een tien verdiepingen hoge flat neerzetten. Dus je moet wel kijken. Tuurlijk moet het in het landschap passen, precies. Helemaal eens. Maar we hebben nu de luxe volgens mij niet meer. Dat we als overheid nog gaan discussiëren over dat soort dingen. Er moeten gewoon woningen komen. Ja, eens. Dus weet je, we hebben de luxe niet meer. Het liefst 62.000 gewoon... in de komende 10 jaar. Ja, en wat mij betreft kunnen we ook gewoon burgerlijk ongehoorzaam zijn in Overijssel. Weet je, we zijn er gewoon een keer. Weet je, dat ze een puinhoop van hebben in Den Haag. Dan moeten we ons in de provincie op een gegeven moment ook niet meer aantrekken. We hebben gewoon woningen nodig voor onze mensen. Onze jeugd wil doorgroeien, wil doorstromen. Onze ouderen zoeken een andere woning. Weet je, we moeten er gewoon vanaf van die ellende. Je komt nog op dit thema. Ik las ook bejaardentehuizen. Wil je terug hebben? Ja. Is dat een taak van de provincie? Nou ja, het is wel weer een oplossing voor wat Fred net al een keer zei. Die ouderen willen weer doorstromen. Die willen juist wel van die grote woningen af. En bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis. En dat wordt continu maar belemmerd. Want die hebben allemaal dicht gedaan.
En als er al mensen ervoor kiezen, die zijn bijvoorbeeld alleenstaan, die kiezen ervoor om met z'n tweeën richting een verzorgingshuis te gaan, samenwonen, worden ze weer gekort op hun uitkering. Ja, dus we maken het compleet onmogelijk om ook maar doorstroming te bevorderen. Overigens is dat niet alleen bij hun, hè. Dat is bij ons net zo. Nicky Pauw-Verwijf heeft er keihard voor gemaakt. En je noemt het verzorgingshuis. Verzorgingshuizen bestaan nog. Jaar 21, ja. Verzorgingshuizen bestaan nog steeds. Dat is het probleem. Maar er zijn mensen die zijn al zodanig slecht, die kunnen niet meer thuis wonen. Nee. Wat we nu gedaan hebben de afgelopen paar jaar, en dan praat ik over de afgelopen 6 jaar onder meneer Rutte, is alle oude vandaag te huis, laat ik het zo maar noemen, de nek omdraaien. De verzorgenden, meer dan 10.000 verzorgenden in de ouderenzorg, de straat opzetten. Dus die hebben we niet meer. En geroepen, laat de kinderen het maar doen. Mantelzorg. Ja. En dat gaat niet werken. Dat werkt niet. Ouderen willen heel lang thuis wonen. Liefst zo lang mogelijk, dat snap ik. Op een gegeven moment gaat dat niet meer. Maar dan moet je wel de mogelijkheid geven om door te groeien. Dat kan zijn in kangoeroewoningen, waar jij het over hebt, op het erf. Dat kan zijn in een oude vandaag woning. Maar dat kan ook zijn in bijvoorbeeld een knarrenhof, zoals ze dat noemen, een omgekeerd hofje waarbij ze bij elkaar wonen. En dan liefst jong en oud door elkaar, dat ze elkaar ook nog een beetje kunnen helpen. Ja, nou, vandaar dat wij nu het idee hadden om, en ik ben benieuwd hoe de heren daarover denken, BVNL wil graag ook een gedeputeerde die zich echt specifiek bezig gaat houden met ouderenzorg. Ook gezien die vergrijzing die er nu speelt, daar moeten we gewoon wat mee. Moet Fred kijken of als oud 50-plus als muziek in orde? Dat hebben we al langer geroepen en er zijn meer die het willen. Alleen ouderenzorg is dan wat. Dat hoeft niet alleen, maar zeker een portefeuille zijn. Ja. Het probleem is dat wij hadden altijd 5 gedeputeerden, de laatste keer hebben we er 6 gekregen en dan krijg je ook een grote versplintering. Ik zou zeker niet meer dan 6 gedeputeerden willen hebben bij GS. Maar dat eentje daar die ouderenzorg onder heeft, ja prima. En dat zou prima kunnen met wonen bijvoorbeeld samen, omdat het grootste probleem op dit moment bij ouderen ook de woningsituatie is. Dus dat zou prima gecombineerd kunnen worden. Wilco, Remco, goed idee? Ja, prima idee. En ik wou nog even aanhaken op de minder regels en dergelijke. Want met de mantelzorg precies hetzelfde. Zolang je niet een extra adres hebt, ben je een voordeurdeler. En dat zijn ook regels die we helaas dan in Den Haag moeten aankaarten. Maar daar moet ook gewoon wat veranderen. Anders dan sta je hele praktische oplossingen gewoon in de weg. Goed, de tijd vliegt. Hè? Het is, dat is ongelooflijk. Volgende thema, kloof tussen politiek en burger. Het kan ook over de kloof tussen burger en, of ik bedoel, de kloof tussen stad en platteland zijn. Of misschien wel tussen arm en rijk. Hè? Een kloof in de samenleving. Komt misschien wel voort uit de vertrouwensbreuk ook in de politiek. Ik lees bij Forum voor Democratie dat er wel wat gedachten zijn over hoe zo'n democratie eruit moet zijn. Wat gaan jullie aan doen, aan die vertrouwensbreuk? Of moet je daar wat aan doen? Wij willen sowieso dat die directe democratie meer terug gaat komen. Kijk, landelijk hadden we een raadgevend referendum. Dat is helaas de nek omgedraaid. Dat kun je lokaal beter organiseren. Dus dat zou in gemeenteraden wat meer aan bod kunnen komen. Maar zeker ook in de provincie. Dat de burger gewoon ook weer het laatste woord heeft. Dus niet als er een bepaald beleid op de rails is gezet en die trein dendert maar door, dat die dus ook naar het eindstation doordendert waar niemand wil zijn. Het is heel handig om ergens toch nog een keer de burger aan het woord te laten van willen we daar wel naartoe. Ja, en dan kan het zijn dat er iets misschien 5 jaar lang al op de rails is gezet en dat er toch een andere afslag genomen moet worden. Maar dat is dan zo, als we dat met z'n allen willen. En daarmee krijg je ook vertrouwen terug in de politiek als men zich laat sturen door de bevolking, door de burgers. Ik zag ook wat terug in het programma van Jaar 21. Hetzelfde, hè? Ja, in grote lijnen ja. Het probleem is dat, je hebt net al aangehaald, ik zit al 8 jaar in de provinciale politiek en we hebben daar de mond vol over participatie, burgerparticipatie. Alleen wat ik zie is dat we het met de mond wel beleiden, maar het niet daadwerkelijk uitvoeren. We gaan pas achteraf vragen, dan hebben we eigenlijk al een provinciaal inpassingsplan bijvoorbeeld over iets. En daarna mogen de mensen zeggen wat ze ervan vinden, maar dan is er eigenlijk al niet meer aan te buigen. Ja, dat is aan de voorkant een verschrikkelijk woord, want het is vaak gewoon meer praten of meer denken, maar niet meer beslissen. Het woord op zich zou prima zijn als je het in het voortraject houdt. Wat je zou moeten doen, hetzelfde waar we het net over hadden, over de wind. Energie is dat je de inwoners gaat vragen wat ze willen voordat je die beslissing neemt van we gaan het zo en zo doen. En dat doen we niet. En die kloof is niet alleen, want je hoort het zijn tig kloof. De grootste kloof die er is tussen Den Haag en het platteland. Want de Randstad die denkt echt heel anders over zaken als dat wij in Overijssel of in Gelderland of waar dan ook doen. En daar zit die grote kloof en daar zit ook dat grote wantrouwen. Het wantrouwen van de Overijsselnaars zit niet zozeer in die provinciale politiek. Want je gaf net in het voorverhaal al aan dat mensen vrij weinig verstand hebben van de provinciale politiek. Wat ik jammer vind. Maar het grote wantrouwen zit in de landelijke politiek. Omdat ze keer op keer iets anders voorgeschoteld krijgen als waar zij eigenlijk voor gekozen. En dat straalt dan af naar provincie, gemeente, eigenlijk elke overheidsorganisatie zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Ik
zie bij BVNL, zie ik in het programma, dus daar gaat het over zelfredzaamheid, individualisme, eigen verantwoordelijkheid. Ja. Het is heel liberaal, ik zou bijna zeggen libertarisch gedachtegoed bijna. Nou ja, wij hebben... Maar past dat dan bij dat een overheid zich dan ook nog gaat bemoeien met een kloof, het tegengaan daarvan? Maar dan is het gewoon niet de verschil. De kloof is ontstaan door de politiek, dus die moet daar zeker wat in doen. Maar wij vinden wel inderdaad die individuele vrijheid en die keuzes die moet je kunnen maken. En wat je nu ziet, we hadden het net over dat referendum. Maar dat referendum, ik heb het ooit zelf ingediend in de provincie, dat komt er niet door. Dat willen partijen helemaal niet. CDA, VVD vinden gewoon, als zij aan de verkiezingen gekozen zijn, dat zij wel even kunnen bepalen en dat zij het mandaat hebben om 4 jaar lang te bepalen wat die inwoner in Overijssel wil. Ja, dat is natuurlijk bizar. Weet je. Je moet van mensen vragen wat zij willen. Weet je. Meebeslissen, ja, dat mogen ze eigenlijk nooit. Weet je, dat is helemaal niet, vinden ze helemaal niet interessant in die politiek. Ze vinden al die politiek, ik heb het in Den Haag meegemaakt, ze vinden zichzelf allemaal geweldig belangrijk. En als ze er één keer zitten, hebben ze geen oog meer. Ze zitten allemaal in die bubbel, ze komen er niet meer uit, hebben geen idee, staan niet meer met hun poten in de klei. Ja, daar moet vanaf van zulke politiek. Dat is gewoon verschrikkelijk. En hoe gaat het dan wel oplossen, wat jullie betreft? Ja, ik doe niet anders als nu dagelijks met mensen in gesprek zijn. En dan moet je ook blijven als politiek. En dat moeten we niet alleen nu doen in campagnetijd, want we hadden het net al even over. Dat heeft natuurlijk ook met jullie als media te maken. We hebben nu allemaal aandacht, de media heeft aandacht voor politiek, maar dat moet gewoon continu zijn, weet je, dat moet continu doorgaan. En als ik dingen verkeerd doe als BVNL of als jaar in de 20, dan moeten we daarop aangesproken worden en moeten we gewoon 4 jaar lang daarop op afgestraft worden en niet alleen met verkiezingen. Zeg ik wel bij, en daarom bespreek ik die thema ook wel een beetje, want ik zie bij jullie alle drie ook dat jullie eigenlijk liefst wel dat de provincie zo min mogelijk doet. De provincie moet niet de baas spelen over bepaalde dingen. Want dat is eigenlijk hetgene waarvan we zeggen dat moet niet. We hebben bijna 1,2 miljoen inwoners in Overijssel. En daar willen we allemaal het beste voor. Denk ik, alle drie zoals we hier aan tafel zitten. We hebben wel wat andere invalshoeken, maar in grote lijnen wil je wel hetzelfde. En wat je wil is hetgeen dat je voor elkaar krijgt wat het gros van onze inwoners wil. En dan kan je wel roepen dat... Was is 51% of is dat 66%? Ja, dat moet je niet zo... Ik zou naar zoveel mogelijk. Je wilt bijna richting de 100% bewijzen van. 100% willen, maar alleen dat gaat je niet lukken. Want niet iedereen is het altijd met elkaar eens. En ook dat is ook logisch in Nederland. Maar je moet er wel aan werken, vind ik. En als je dan gekozen wordt, moet je ook datgene waarmaken waarvoor je eigenlijk gekozen bent. Maar moeten we dan niet gewoon naar zo'n extra parlementair bestuur zometeen? Moeten we gewoon zeggen, er komt een soort basisprincipe te liggen. Daar moet de provincie gewoon, daar zijn we denk ik met elkaar over het eens. Wat moet die provincie precies doen? Dat zijn hun kentaken. Je hebt die woningen, ja. Je kunt op energie kunt wat vinden. Maar even een paar van die kentaken pakken, niet te veel. En daarvan gewoon zeggen, weet je, geen coalitie. We kiezen er gewoon voor om met elkaar, in Limburg hebben ze dat geprobeerd. We kiezen er gewoon voor om elk... stuk gewoon voor te leggen aan die 47 statenleden. En dan gaan we kijken. En vooral ook de boer op. Ik heb altijd al gezegd, stop met dat provinciehuis. Ga de boer op. Voer die, als er iets speelt waar we net over in Hof van Twente of waar dan ook. Ga dan naar Hof van Twente. Ga daar met je vergadering zitten. Ga daar met die mensen in gesprek. Precies, neem daar je beslissing. Niet alleen maar nu, hè, in die 14 dagen voor de verkiezingen, wat heel vaak gebeurt. Maar ook daarna. Ik ga al 8 jaar lang, kom ik bij mensen over de vloer en praat ik over windturbines. Ik praat over woningbouw. Ik praat over oudere dingen. Ouderen zijn eigenlijk van alles. En dat zouden veel en veel meer partijen moeten doen. Niet alleen maar in dat stukje, nee, in de aanloop naar de verkiezingen. Dat is hetgene wat je eigenlijk wil. Ja. Heel goed. We komen bij het slot aan. Het zal niet verbazen jullie. En daar vond ik ook wel leuk om juist met drie partijen te praten die ook wel meer op één lijn liggen. Hè? Dan kun je ook wat op die inhoud gaan praten. Niet dat je de hele tijd vliegen zit af te vangen, maar ik vraag me wel af, en dat is misschien wel een mooi moment zo aan het eind, waarom zouden we straks op jaar 21 Overijssel om te stemmen? En waarom niet bijvoorbeeld op BVNL of Forum? Wat is er nou het verschil tussen jullie? Laat ik één zin vooraf zeggen. Laat iedereen wel gaan stemmen. Hetgene wat tot nu toe gebeurt is dat de ontevreden kiezer niet gaat stemmen. En dan krijg je wat je had. Dus ook als je ontevreden bent, ga in ieder geval stemmen. En dat vooruit. Maakt me dan nog niet eens uit op welke partij je gaat stemmen. Maar het liefst op jaar 21. En waarom? Omdat wij een realistische rechtse koers willen varen. Dat zullen andere partijen mogelijk ook zeggen. Dat wij echt zeggen van we moeten stoppen met het doordrukken van windturbines en dat soort dingen in het landschap waar de mensen het niet willen. Luister naar onze inwoners. Wij staan voor een land waarbij er voldoende woningen gebouwd worden. Een Overijssel waar voldoende woningen gebouwd worden. Wil je tafelgenoten ook allemaal hoor, ja, volgens maar mij. Op een bepaalde manier. We hebben daar net de verschillen uitgehaald. En waar we zeker niet gaan werken met een asieldwangwet waarbij we gemeentes gaan dwingen om asielzoekers op te vangen. Roy, zelfde vraag voor jou. Ja, ik zou het iets concreter willen maken. Ik wil natuurlijk dat ze op BVNL gaan stemmen.
Ik denk dat het grote verschil met BVNL en de andere partijen is, ik denk dat het grote verschil met jaar 21 is dat die wat ons betreft iets te veel willen graag willen besturen en mee willen gaan doen. Wij zeggen, we willen tuurlijk, we zijn een serieuze partij, we zijn een fatsoenlijke liberale partij, we willen meedoen als het nodig is. We willen zeker besturen. Oh. En we willen als het kan, alleen niet ten koste van alles. Dus wij zeggen, wij luisteren heel goed naar onze partij, naar onze achterban. Wat willen die? En het is zeker, moet geen doel op zich zijn om te besturen. Laat dat heel duidelijk zijn. En ten opzichte van Forum denk ik, ik denk dat de vorige verkiezingen hebben laten zien dat Forum een heel goed plan had. Alleen dat dat heel erg in elkaar gestort is. Nou, we hebben gezien, ze zijn eigenlijk 4 jaar lang afwezig geweest. Ja, dat vind ik heel kwalijk en schadelijk. En ik denk dat ze een klein beetje het vertrouwen verloren hebben. Dus ik hoop dat die mensen ook richting ons komen. Remco, tenslotte, waarom wel Forum en niet BVNL of jaar 21? Nou, ik hoop dat het vertrouwen wel weer gegeven wordt natuurlijk aan Forum. Wat wij voornamelijk willen is echt een fundamentele vraag stellen. Dus als we terugkomen op coalitievorming, het liefst zien wij helemaal geen coalitievorming, dus meerderheid per onderwerp. Dus dat maakt ons denk ik toch wel wat anders dan de andere partijen. Dat wij gewoon echt niet zozeer aan knopjes willen draaien, maar het systeem willen veranderen. Daar zijn we hard mee bezig. We hebben ook veel contact met onze kiezers. Er worden veel momenten georganiseerd waarbij de kiezer ons rechtstreeks kan benaderen. In Enschede is elke tweede donderdag van de maand een borrel. Daar komt gelukkig ook een aantal mensen op af. Want als je zou ook denken, dan zit je met je bubbel te borrelen. Nou, dat vinden wij heel belangrijk. Dus behoudens dat we natuurlijk een leuke positie in de Provinciale Staten willen hebben, is het voor ons ook heel belangrijk om de beweging in Overijssel verder uit te bouwen en verder te verstevigen. Goed. Lijkt me een goed slot. Ik ga afsluiten. Bedankt voor jullie komst. Dit waren de eerste partijgesprekken. We krijgen nog, ik moet even goed snel tellen, maar we krijgen nog 15 andere lijsttrekkers komende dagen op bezoek. Alles wordt uitgezonden op ons YouTube-kanaal van 1 Twente. En nou, die worden volgende week geplaatst. Dank jullie wel. Graag gedaan. Bedankt. Graag gedaan.